In deze film ga ik korrel in de foto brengen. In deze film laat ik zien hoe je in Photoshop een foto vrij eenvoudig van korrel kunt voorzien. En om dat te doen ga ik heel cliché eerst mijn foto omzetten naar zwart-wit. En dat doe ik middels een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, krijg je een aantal foto's. Nou, je zou ervoor kunnen kiezen kleurtoon en verzadiging. En als je de verzadiging eruit haalt, wordt die zwart-wit. Dat is in dit geval niet wat ik wil. Ik wil iets meer controle. Ik kies voor de aanpassingslaag zwart-wit. En dan krijg je een aantal kleursliders. En daar zou je eventueel nog een klein beetje in kunnen spelen. Als je bijvoorbeeld aan de gele slider trekt, dan worden alle gele tinten donkerder. En dat zou ook voor de rode tinten gelden. Of ze worden juist wat lichter. Laat ik het zo even houden. Om korrel in een foto te brengen zijn er verschillende manieren. En ik ga er in deze film één met je bespreken. Je kunt bijvoorbeeld ook gebruik maken van een externe plugin zoals Nik Silver Effects. Of je zou een overlay kunnen gebruiken van een bepaald type oude analoge film tegen een egale achtergrond gefotografeerd. Waarmee je de korrel van die film eigenlijk hier. Overheen zou kunnen leggen. Maar ik ga hem echt opbouwen vanaf het begin. In een ouderwetse film gedraagt Korrel zich op een bepaalde manier. Hij zal in donkere gebieden, zoals het haar, anders te zien zijn dan in de lichte gebieden, zoals de achtergrond of de highlights in het gezicht. En dat gaan we ook gewoon terug laten komen. Ik ga allereerst eens beginnen met een nieuwe laag en dat doe ik met de sneltoets Ctrl, Shift en N. En deze laag noem ik klein. Hier ga ik dadelijk kleine korrel in maken. En om deze kleine korrel te maken, ga ik deze laag eerst vullen met grijs. En dat doe ik middels Shift F5. En dan kies je bij de inhoud voor 50% grijs. En je drukt op OK en je hebt een keurig, egaal grijze laag. En deze laag ga ik vullen met korrel. Althans, Photoshop kent geen korrel. Um, daar wordt het ruis in genoemd. Maar ik wil even vooropstellen: ruis en korrel zijn twee totaal verschillende dingen. En toch gaan we het hebben over korrel waar we ruis toepassen. Ik zoom in naar 100%, want dan krijg ik dadelijk de beste preview. En ik ga bij filter naar ruis en kies gewoon uit ruis. En je krijgt een optie om ruis toe te voegen in een foto. Nou, je hebt een aantal verschillende opties. Je hebt de optie hoeveel. Dat bepaalt eigenlijk de intensiteit van hoeveel je het gaat zien. Het is niet zozeer dat, uh, dat er meer of minder spikkels komen. Maar als je hem bijvoorbeeld laag zet, dan vallen de spikkels niet zo op. En zet je hem hoog, dan wordt het op zich vrij hard. Nou, in dit geval kiezen we ergens voor, uh, weet ik veel, 20. Dan heb je de distributie. Je kunt uh, de korrels gelijk verspreiden, uniform of gaussiaans. Dan is het patroon eigenlijk wat uh, warriger. Nou, laten we hem daarop houden. En je hebt de optie monogrammatisch. En als je die uitvinkt, krijg je kleurspikkeltjes. Nou, we willen natuurlijk gewoon in zwart-wit spikkeltjes werken. Dus ik zou zeggen: vink monochromatisch aan. En je drukt op OK. Dan heb je vervolgens deze laag met korrels. En ze zijn eigenlijk nog niet zo goed zichtbaar als je een beetje uitzoomt. Zeker als je een hele kleine korrel zou kiezen. Maar de onderliggende foto die is dus verdwenen. Maar die is heel makkelijk terug te halen door de dekking van de laag te veranderen. Nu ligt de laag er bovenop en gedraagt die zich als een normale laag. Maar als je hier van normaal bijvoorbeeld bedekken kiest, dan komt de onderliggende foto weer tevoorschijn en lijkt het alsof je ruis is verdwenen. Totdat je weer inzoomt op 100% dan zie je dat heel die ruis er wel weer terug in zit, maar dat het zich toch anders gedraagt. Dat komt namelijk als ik hem even terugzet... Wij zijn daar straks begonnen met 50% grijs in deze laag. En die 50% grijs, die zie je er eigenlijk nog wel een klein beetje tussendoor. Met daarnaast zwart en wit. Als ik bijvoorbeeld even het histogram laat zien, dan zie je dat dat in het midden, waar het 50% grijs zit, een behoorlijk uh, ja, bergje is als het ware. En zet je deze dekkingsmodus nu van normaal op bedekken, dan gaat al dat 50% grijs dat verdwijnt als het ware. En blijft er alleen het zwart en het wit over. Dus vandaar dat je gewoon de foto ziet met daar overheen de spikkels. Eventueel kun je in plaats van bedekken nog voor zwak licht kiezen. Dat is ietsje zachter in het effect. Bedekken is vrij rigoureus en zwak licht is wat fraaier vind ik. Of je kunt ook nog voor fel licht kiezen. Het is maar even net nagelang welke smaak je hebt en waar je naartoe wil. Ik laat hem dus op zwak licht staan. Deze laag had ik klein genoemd en dat had ik niet voor niks gedaan. Ik ga nog twee lagen aanmaken. Ik ga een nieuwe laag aanmaken. En die heet middel. En dat is een kopie van mijn laag klein. Maar dan ga ik hem ietsjes groter maken. Dus laat ik de laag klein eerst eens dupliceren. Je klikt er gewoon op om hem te selecteren. En vervolgens druk je op ctrl-J. En je krijgt er een kopie bij. Je ziet ook in mijn foto een verdubbeling van de korrel terug. Dat gaan we dadelijk een klein beetje aanpassen. Ik dubbelklik even op de naam. En ik noem deze middel. En ik ga hem groter maken. Als ik op ctrl-T druk, dan krijg je het vervormgereedschap. En je ziet dan bovenin een aantal eigenschappen. En ik ga gewoon de breedte vergroten naar 150%. En omdat dit slotje hier in het midden staat, gaat ook mijn hoogte naar 150%. En ik druk op het vinkje hier om het toe te passen. Daarmee zijn deze korrels eigenlijk 50% groter geworden. Dan dat ze eerst waren. En dat is wat ik eigenlijk dadelijk een beetje geheel over de foto wil hebben, als een soort sausje. En de kleine korretjes wil ik dadelijk alleen in de lichte gebieden toepassen. Maar ik wil nog een derde korrel introduceren. En dat is de korrel voor in de grove stukken. En dat doe ik niet middels kopiëren, want dan worden eigenlijk de korrels te groot, vind ik. Ik maak gewoon een nieuwe laag aan. Die vul ik wederom met 50% grijs. Dat doe je met Shift F5. En je drukt op OK. En ook deze zet ik op zwak licht. Dan is hij eigenlijk niet meer te zien dadelijk. Want als ik dan middel en klein uitvink, dan is er eigenlijk niks te zien. Ik noem deze laag dan ook even groot. En omdat hij op zwak licht staat, als ik hem uit of aanzet, dan merk je niks van. Totdat ik hem ga vullen met nieuwe ruis. En ik kies in dit geval wel een beetje voor een intensere korrel. 50% bijvoorbeeld. En toch ga ik deze ook wel wat groter maken. Dus ik druk op Ctrl T en ik vul hierbovenin wederom 150%. Klik op het vinkje of druk op Enter en ik heb er een mooie korrel bij in de grote gedeelte. Maar deze wil ik weer niet in de lichte gebieden laten zien. En hoe kun je dat het beste doen? Dat kun je het beste doen met overvloeien als. En overvloeien als is een bepaalde functie van een laag. En die functie die vind je eigenlijk door gewoon te dubbelklikken in een leeg gedeelte of met rechts te klikken en dan opties voor overvloeien te kiezen. Je krijgt een nieuw venster voor je neus en in dat nieuwe venster zitten hieronderin twee balkjes en je moet gaan werken met de onderliggende laagbalk. En wat doet deze balk? Nou, deze balk gaat in een notendop gewoon kijken naar van wat gebeurt er onder deze laag met grote korrels... En wanneer ga ik dan het effect van deze laag laten zien? En ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, alles wat lichter is in onderliggende lagen, daar moet je de laag grote korrel niet laten zien. En dat doe je gewoon heel simpel door dit witte driehoekje naar links te slepen. En je ziet in de lichte gebieden verdwijnt mijn korrel gewoon. Je ziet hem eigenlijk alleen nog maar hieronder in de donkere gebieden. Als ik hem bijvoorbeeld even hier in het midden laat staan, dan zie je dat de overgangen vrij hard zijn. Nou, daar is nog een oplossing voor, want je kunt dit driehoekje gewoon scheiden. Als je de Alt ingedrukt houdt, dan kun je het driehoekje uit elkaar trekken. En je krijgt opeens een veel zachtere overgang. En hoe dichter die twee deeltjes bij elkaar staan, hoe harder je overgang is. Maar trek je ze helemaal ver uit elkaar, dan heb je een hele zachte overgang. En ik druk op OK. Mijn korrel, mijn grote korrel, wordt eigenlijk alleen maar toegepast in de donkere gebieden. Nou, dat wil ik natuurlijk ook met de kleine korrel doen. Die wordt overal toegepast. Maar die wil ik juist niet in de donkere gebieden hebben. Dus ik klik met rechts, opties voor overvloeien. En in plaats van het witte driehoekje, ga ik nou aan het zwarte driehoekje trekken. En je ziet dat ze uit de donkere gebieden verdwijnen. En ook hier geldt weer: ga je helemaal naar rechts, dan is hij eigenlijk gewoon praktisch niet te zien. En ik wil hem alleen in de hooglichten hebben. En ik trek met Alt. Weer een klein beetje uit elkaar voor een mooi overlap. En heb je dit nou niet goed gedaan? Dat is geen probleem. De optie overvloeien als is niet destructief. Er gaat niks kapot. Dus als ik bijvoorbeeld hier dubbelklik op het icoontje, ga ik terug naar het filter en kan ik eventueel nog dingetjes aanpassen. Nu heb ik mijn ruis in de donkere en in de lichte gebieden wel in orde en ik had nog gewoon de laag middel en die gaat over de hele foto. Alleen die vind ik iets te veel van het goede. En daarvan zet ik de dekking gewoon eens naar beneden. Zo vind ik hem wel beter. Alle drie deze lagen, die ga ik in een groep gooien. En dat doe ik gewoon heel simpel door de Ctrl ingedrukt te houden en alle drie de lagen te selecteren. En als dat gebeurd is, druk ik op Ctrl G. En deze groep noem ik korrel. En ik druk op Enter. En nu heb ik dus al mijn korrel gewoon in uh, een nieuwe laag zitten. Wil ik tot slot nog één ding doen? Ik wil er nog een heel klein, een beetje een bruin tintje overheen gooien. En dat doe ik met een aanpassingslaag volle kleur. En ik kies gewoon een beetje een bruin tint uit, zoiets als deze. En in plaats van de dekking nu op bedekken te zetten of op zwak licht, kies ik ervoor om kleur te nemen. Dat betekent dat hij eigenlijk geen rekening houdt met de lichtinformatie in mijn foto, maar dat hij hem er gewoon als kleur overheen gooit. Ik vind het iets te veel, dus ik gooi de dekking een klein beetje naar beneden. En ik heb het eigenlijk het liefst niet in de delen waar het absoluut wit is. Dus ik dubbelklik op een leeg gedeelte. Dan kom ik bij de overvloei-opties. En ik zeg van: hé, hey, waar het onder wit is, daar moet jij er geen rekening mee houden. En ik hou de Alt ingedrukt en ik maak een beetje een klein verloopje. Zoiets als dit. En ik druk vervolgens op OK. Eventueel kan de dekking nog een klein beetje verder naar beneden om het effect gewoon maar minimaal te maken. En je ziet, ik heb een foto waarin ik een korrel heb ingebracht. Ik vind alleen in de donkere gedeeltes de korrel nog een klein beetje te hard. Dus ik ga naar mijn laag groot. Ik ga bij filter naar vervagen. Gaussiaans vervagen. En ik kies voor iets met een straal van anderhalf en ik druk op oké. OK. En mijn korrel wordt gewoon even net wat zachter in dat gebied. En op deze manier pas je dus gewoon je foto vrij eenvoudig aan in een paar minuten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.